dankjewel. We lopen gelijk door naar boven. Zo'n koffie of thee, water. Koffie, ja, zijn. Goed voor elkaar. Fijn om te horen. Ik ga straks weer naar Den Haag, hè? In zo'n bunker. De koffie is minder dan dit en de plek ook. Meneer Asscher, welkom bij VICE. Ontzettend fijn dat u hier wil zijn. U zit hier nu als Lodewijk Asscher, maar u bent ook minister en u bent lijsttrekker. Als wie zit u hier nu tegenover mij? Vandaag als lijsttrekker. We gaan praten over de verkiezingen. Maar het maakt wel dat deze dag ook weer heel druk is. Ik moet vanmiddag een wet verdedigen in de Tweede Kamer. Dan sta ik er weer als minister. We hebben dus aan ons publiek gevraagd, wat vinden jullie nou de allerbelangrijkste thema's? Zeer overtuigend kwam daar klimaat, milieu als het belangrijkste thema uit. Ik ga u zo een instart laten zien. En het is zo dat we na die instart gaan praten over de oplossingen die u gaat bieden. Dit is hem. Over 50 jaar, dan leven jullie niet meer. Maar ik leef wel. En stel dat ik ooit nog kinderen ga krijgen met Sosja, waar het net uit mee is. Maar stel je voor iemand anders. Weet je, dat is gewoon kut voor hen. Voor hen is dat kut. Want zij leven straks gewoon, stel je voor, er zijn geen bomen meer. Zou jij dat niet kut vinden? Duidelijke vraag. Ja, zeker. Nou, die vraag die krijg ik thuis ook. Ja, okay. Ik denk dat dezelfde ook bewoordingen? Nou, ietsje beleefder, maar net iets jonger. Mijn oudste, Abel, die is nu 9, die zit in groep 6. Die had als thema groep 6 gaat voor groen. Dus die komt thuis en zegt, papa, weet je wel dat het scheet van een koe, hoe slecht dat is voor de planeet. Ja. Maar het is natuurlijk de vraag. En dat is de verantwoordelijkheid van ons nu. Wat doen we nu? Mm-hmm. Om te zorgen dat er voor hem, als het weer goed komt met Sascha, wat ik hem zeer help, en voor mijn kinderen. En ik denk dat we met dit kabinet voor het eerst daar echt werk van hebben gemaakt. Een onderdeel in uw programma, dat verbaast me een beetje. Daar staat namelijk aantoonbaar gevoelige industrieën voor carbon leakage, zoals staal, worden ontzien bij CO2-beprijzing. Ja. Dat vond ik zelf een beetje gek. Dat je dan eigenlijk de grootste vervuilers, dat je die nog beschermt. Als je daar gaat kijken, bij Tata bijvoorbeeld, bij IJmuiden. Zij hebben denk ik de meest energiezuinige productie van staal in Europa. Mm-hmm. Het effect als je zo'n bedrijf nu zwaarder belast dan concurrenten in andere landen, zal zijn dat zij omvallen, dat we evenveel staal nodig blijven hebben, maar dat het geproduceerd wordt door fabrieken die minder hebben geïnvesteerd in duurzaamheid. Dus per saldo ga je dan achteruit. Maar als je zo gaat kijken, dan kan je toch juist zeggen dat op zo'n belangrijk thema uiteindelijk nooit iets fundamenteel gaat veranderen. Omdat we uiteindelijk nog steeds de multinationals, de grootbedrijven, wat dat betreft beschermen. Nee, want het gaat me niet om het beschermen van de multinational. Mm-hmm. Er zijn genoeg multinationals die er last van zullen hebben als we CO2 beprijzen. Het gaat me om kijken, wat helpt nou echt? Ik denk dat klimaat een te serieus probleem is om tevreden achterover te leunen en te zeggen, nou, we hebben in Nederland wordt niks meer geproduceerd. En te doen alsof er hier geen staal meer nodig is. Wat gaat u doen om de negatieve effecten van het leenstelsel te beperken? Ja, dat is weer een hele duidelijke vraag. Ja. Er zijn negatieve effecten met het leenstelsel. En u moet daar iets aan gaan doen. Ja, ik had laatst een discussie in Friesland. Met iemand die zei, ja, mijn dochter studeert geneeskunde. Mm-hmm. En u moet ze geld lenen. En ik stelde de vraag, wat denk je dat je dochter gaat verdienen straks? Ja, nou, ja, dit en dit. Ja. Ik zei, wat is dan nu eigenlijk het probleem? Ja. Is het dan niet raar dat je eigenlijk verwacht dat een bouwvakker de kosten draagt voor het levensonderhoud van jouw dochter, terwijl zij langer zal leven, rijker zal worden? Is dat niet vreemd? Maar die dochter, of in ieder geval iemand die geneeskunde heeft gedaan, die betaalt vervolgens toch ook mee aan de kosten of aan het onderwijs van de zoon van die bouwvakker. Het is toch niet zo dat er twee totaal verschillende werelden zijn? Nee, maar en wat is daar mis mee dat je daar mee betaalt? Ja, nee, maar soms vind ik dat argument een beetje gek. Dat het lijkt alsof de arbeider altijd betaalt voor de elite. Ik vind het goed dat we betalen voor het onderwijs. Maar ik vind het heel raar dat mensen die niet studeren het levensonderhoud, gewoon de kosten van leven, zouden moeten betalen van mensen die wel studeren. Dat is, als je gewoon kijkt naar hoe je de middelen verdeelt in de samenleving, is dat niet logisch. Dus wat we hier hebben gedaan is zorgen dat we
het geld dat daarvoor bedoeld was, steken in de kwaliteit van ons onderwijs. Wat is er nu zo slecht aan het onderwijs in Nederland dan? Het is goed. Ja. We hebben heel goed onderwijs. Ja. Daar mogen we ook vreselijk trots op zijn. Ja. Maar het kan beter. Ja. We moeten de ambitie hebben het beste onderwijs te hebben. Maar wat heb je daaraan als er steeds minder mensen gaan studeren? Tenminste, de cijfers die ik heb. En natuurlijk kun je die op allerlei manieren uitleggen. Maar dat is wel dat 8,9% minder studenten zich hebben aangemeld dit jaar om te gaan studeren op het hoger beroepsonderwijs. Ja. Dat is wel een fors aantal. Onze opdracht moet zijn, zorg dat het voor iedereen toegankelijk is. Dat we wennen aan het idee dat ze net zo lang bijsleutelen. Hè, als er toch een probleem is. Totdat iedereen die het kan het weer durft. Maar wel ons geld inzetten in het onderwijs. Een van de andere opvallende dingen in uw programma die mij eigenlijk zeer aansprak was maatwerk. Er staat, voor studenten die hun studie combineren met een zorgtaak, ouderschap, bestuurswerk of bijzondere activiteiten als topsport, komt er meer maatwerk. Wat betekent maatwerk in de praktijk? Krijg je dan geld? Wordt je lening dan minder? Ik vind het verkeerd dat je mensen altijd vraagt te kiezen. Als je wil zorgen voor je ouders of je kinderen. Of als je een heel bijzonder ander talent hebt wat je wil combineren. Dus ik vind dat je het mogelijk moet maken. Dat je mensen dan meer tijd geeft om te studeren. Dus stel dat ik bestuurslid wil worden bij de Minerva en ik vind dat heel erg belangrijk. Hoe hard word ik dan gecompenseerd? Hoe ziet het maatwerk voor mij er dan in zo'n plan uit? Dat heb ik nog niet uitgewerkt hoe dat voor jou zou werken. Wie bepaalt het dan? Want misschien is Minerva voor mij wel een perfecte opstap om uiteindelijk in de politiek terecht te komen en het land te dienen. Dat is zwaar overschat. Is de politie divers genoeg wat u betreft? Nee, maar de politie doet daar ook wat aan. De kracht van de Nederlandse politie is dat ze anders dan in veel andere landen het gesprek voeren. Ja. De buurt kennen. Maar dat wordt sterker naarmate de politie zelf ook diverser wordt. Als je diversiteit belangrijk vindt, kan het alleen maar als je het belangrijk maakt. En je kan het alleen belangrijk maken als van de hoogste baas tot de baas daaronder tot de baas daaronder mensen uitleggen waarom het belangrijk is. Naming en shaming van de ergste overtreder. Dat wilt u gaan doen. Gaat de overheid dan nemen en shamen? Het klinkt mij wat barbaars over. Weet je wat pas barbaars is? Mm-hmm. Als je met heel veel moeite je studie hebt afgemaakt en je komt er niet tussen. Het is pas barbaars als je een mail onder ogen krijgt die niet want neger. Het is pas barbaars als je als homo niet mag werken bij een hoveniersbedrijf in Drachten. En ook een mail terugkrijgt, dat mag niet van ons geloof. Dat is barbaars. Mm-hmm. Gaat u dan ook de politie nemen en shamen, waar dit soort dingen ook gebeuren? Er zijn ook politieagenten, zeker. Met voordelen die niet willen, die niet begrijpen. Net als in de rest van de samenleving. Maar de meeste politieagenten die willen niets liever dan de boef pakken en Tyfoon lekker laten rijden. Maar organisaties die discrimineren, waarbij dat wordt vastgesteld, moet je nemen en shamen. Ongeacht welke organisatie dat is. Heb je wel eens wiet gerookt? Oh, heb je wel eens coke gedaan? Heb je wel eens een designer druk genomen? Ik wil het echte antwoord weten. Ik weet zeker dat je het alles hebt gedaan. Waarom kun je dat niet gewoon zeggen? Bijzonder dat hij dat weet. Het antwoord is ja, nee, nee. Oké. Okay. Ja, wiet gerookt. Ja. Nee, coke gedaan. Nee. Nee, designer nee. Hoe was uw wietervaring? Ik vond het tegenvallen. Oh. Maar misschien was het omdat ik het ook combineerde met alcohol. Dat is misschien niet het allerverstandigste, maar ik kreeg een behoorlijke koppijn van. Er werd er vaag van. Ik ging uw programma doorlezen en dan zag ik er wel geteld 4 zinnen over drugs in staan. 4 zinnen. Maar denk je dat jouw publiek behoefte heeft aan heel veel zinnen of aan de goede? Nou, ik denk dat mijn publiek sowieso heel, heel benieuwd is wat jullie plannen zijn. Als we dan even naar die 4 zinnen gaan kijken, dan zegt u wietteelt wordt legaal. Ja. Dat geeft ons controle over de sterkte van cannabis en hash en maakt Nederland veiliger, omdat het verdienmodel voor drugsbendes wegvalt. Ja, dat is overdreven. Uw programma is overdreven? Of wat bedoelt u? Nou, je hebt daarmee niet het hele probleem opgelost. Nee. Legalisering brengt het van een 3 naar 6. Wat gaan we met harddrugs doen dan? Ik vind dat je dat niet moet legaliseren. Ik denk dat je daar het onderscheid nodig blijft vanuit gezondheidsoptiek. Ja. Daarom is het ook belangrijk om die waarde te beperken in wiet en hash. Mm-hmm. Want anders wordt het gewoon harddrugs. Voor ons, als ik kijk om mij heen, dan is die knip eigenlijk een beetje onrealistisch. Dan heb je softdrugs, wat mensen wel eens gebruiken. Dan heb je harddrugs, wat mensen wel eens gebruiken. En voor mij persoonlijk, ik zie dat onderscheid niet zo heel erg. Gebruik jij harddrugs? Ik heb wel eens harddrugs gebruikt. En het ding is, maar wel eens of met regelmaat?
Ik vind het een goede vraag. De vraag dan die ik als politicus zou beantwoorden is, wat is regelmaat? Maar waar het voor mij om gaat is dat... Durf je daar op antwoord te geven of niet? Ik denk dat ik relatief met regelmaat wel eens harddrugs gebruik. En heb je het gevoel dat je het zelf onder controle hebt wanneer je het gebruikt? Daar wilde ik juist naartoe. Sorry. Want ik heb het gevoel dat ik, maar ook heel veel mensen om mij heen, dat onder controle hebben, ja. Dat het in een weekend wel eens gebeurt en dat wat dat betreft de schade voor de volksgezondheid, wat mij betreft, als ik naar mezelf kijk of als ik om me heen kijk, nou ja, wel meevalt. Het is niet zo dat het een verwoestende invloed heeft op mijn leven. Voor deel ben ik met je eens dat het onderscheid dat we maken tussen verschillende drugs en verdovende middelen, daar zit altijd iets arbitrairs in. Ja. Als je naar alcohol kijkt bijvoorbeeld, er zijn ongelooflijk veel mensen die op een manier met alcohol omgaat die gevaarlijk is. Hetzelfde geldt voor harddrugs. Het is natuurlijk niet cool om te zeggen van ja, ik vind het eigenlijk best lastig om nu uit te gaan zonder. Dus alcohol benoemt u nu ook echt als harddrugs? We hebben maar één leven. En ik vind het best heftig als mensen dat door hun vingers laten glippen. Het geldt voor alcohol, het geldt voor softdrugs en het geldt voor harddrugs. Een fundamenteel probleem van de maatschappij op dit moment is hoe de democratie is georganiseerd. Eens in de vier jaar een naam inkleuren of een complex probleem degraderen tot een simplistisch ja of nee antwoord zijn beide onhoudbare situaties. Wat zijn volgens u mogelijke oplossingen voor een andere soort democratie? Die frustratie, die snap ik. Je stemt en vervolgens verandert de wereld weer totaal. En dan heb je een verkiezingsprogramma, maar ja... Je moet maar vertrouwen dat de politici die je hebt gekozen zich daarop aanpassen. Churchill zei natuurlijk altijd, het is een slecht systeem, maar wel het minst slechte wat we hebben. En dat gevoel heb ik ook heel erg. Ik heb nu tegenover een aantal politici gezeten. En wat me eigenlijk opvalt is, het zijn voorlopig allemaal mannen. Het zijn allemaal mannen die in een pak zitten. Het zijn allemaal mannen die gestudeerd hebben. Allemaal mannen die wit zijn. Eigenlijk zijn het allemaal mannen die zo ontzettend op elkaar lijken dat het voor mij een heel erg moeilijk is om dan te zeggen van... Hey, daar zit iemand tussen waar ik mezelf ook heel erg in herken. Is dat ook niet een probleem van de politiek? Ik denk dat je jezelf ontzettend tekort doet. Het lijkt mij echt een probleem van je gezichtsvermogen als je alleen al op het feit dat iemand een pak aan heeft of man is, denkt dat mensen hetzelfde zijn. In de politiek gaat het ook om ideologische strijd. Om je waarden, om je ideeën, om je visie op de samenleving. Ik denk juist dat er heel veel mensen zijn die heel Nederland kunnen representeren. Het grootste risico voor de toekomst van Nederland is mensen die apathisch aan de zijlijn blijven staan. Die op de bank blijven zitten. Die zeggen, daarom reageer ik daar net een beetje kribbig op. Het is eenheidsworst, het maakt toch niet uit. Het maakt wel uit. Er staat zo ontzettend veel op het spel op 15 maart voor jaren. Dus ga stemmen. Ik weet, de democratie is imperfect. Maar het is zo ongelooflijk belangrijk dat je gaat stemmen. Dan wil ik u heel erg bedanken voor dit gesprek, meneer Asscher. Graag gedaan. En veel succes. Ja, oké. Het duurt iets, hè? Ja, een ietsje. Volgens mij zijn we niet helemaal.